de Funkers Hans Otten Quiz! Hoe de fuck is Hans Otten Quiz? Hoe de fuck is Hans Otten Quiz? Ja, elke week vind ik dat echt een hoogtepuntje van Manneke Paul. Waar gaan we nu weer naartoe? Waar we mensen gaan verrassen omdat we opeens binnenkomen. Als niet zeggen de mensen, ze weten wat ik zeg, ze zijn opeens. Ah! We hebben de afgelopen weken heel vaak homoseksuele medemensen gehad in de studio. Maar we dachten, we gaan nu een stapje verder. We gaan nu op bezoek bij homoseksuele medemensen. We gaan naar Boekhouten, daar wonen er 4. En we hebben een mail gekregen van bisschop. Nee hoor, een grapje. Ja, zij begonnen. We hebben een mail gekregen in Boekhouten van Steven Boutiaou. En die is getrouwd met zijn broer Gino. Kijk, nu zie je nu gewoon de omgeving van een homoseksueel stel. Hier woont een homoseksueel stel. U ziet aan de graven dat ze flink bezig zijn geweest afgelopen weekend. We steken nu over. En u ziet, dat is een lugubere omgeving. Heerlijke plek voor homoseksuelen. Oh, dat komt, dat wordt dan weer normaal. Hier woont dus de geweldige Steven met zijn man, Gino. En Steven heeft... Ach, kijk naar beneden. Ach, Kevin, even naar beneden. Beneden, beneden. Kevin, beneden, beneden. Ach, een manneke, een jongetje. Ho, ho, ho. Smeerlapper. Dat kan ik ook niet zien. Dat zeg je dan toch weg als je op bezoek gaat? Nou ja, laten we aanbellen, kijken wat voor wijf er open doet. Hoor je ook ding-dong, heel, heel dicht. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Het is echt een stevige deur, hè? Hallo! Met wie spreek ik? Ja, met Gino. Gino, met Manneke Paul. Ja. Manneke Paul. Dat is een verrassing door je man, door je homoseksuele medemens Steven. Oh my. Hallo, dag Paul. Hallo, Gino. Kom bellen. Nee, we blijven een beetje. Nee, doen we niet. Ga niet meer naar binnen bij homo's. Buiten. Sorry hoor, dat doen we niet. Waar is het toilet? Hier? Ga er even in als je moet wil. Moet je naar het toilet of zo? Ja, het toilet even, moet even plassen. Doe hem even open. Ja? Ik moet naar het toilet. Nee, even het toilet open doen. Even kijken of het ook net zo normaal is als bij ons. Ja? Ga eens in, Kevin. Ga eens even in het toilet. Niet bang zijn. Oh ja, dat hebben wij ook. Ja, ook toiletrol. Oh, ik zie daar ook nog een playborstel. Ga eens toch naar die playborstel, Kevin. Want bij homo staat dat andersom. Nee, het zit gewoon op een normale manier in. En wc eens. Ja, dat zien we heel duidelijk. Echt heel normaal. Gino, alle gekheid op een pootje. Je man Steven heeft ons een mail gestuurd. Jullie zijn 2 jaar geleden getrouwd. Jij en Steven. Ja, dat klopt, ja. Laten we naar binnen gaan. Even kijken hoe het huis eruit ziet. Ja. Voorzichtig, hè, Kevin. Voorzichtig. Oh ja, zo wonen ze dus. Oh, mooi. Tulpen. Plateau. Moet ik nog iets zeggen of zo? Nee hoor, we kijken even hoe homo's wonen. Heel erg leuk. Oké. Messen set. Ach, dat is een mooie foto. Dat is de trouwfoto van Gino en Steven. En daar gaat het om. Want Gino, het was een prachtige dag, hè, 2 jaar geleden. Houd hoog, Kevin, houd hoog. Ja. Het is 2 jaar geleden gebeurd, hè, Gino? Ja, op 23 juli. Ja, ga even bij Steven staan, want die weet zich niet hoe hij moet houden. Ga even bij je man staan. Steven. Heel ongelukkig. Hi. Die doet net alsof hij verrast is. Die heeft alles geregeld. Hi. Zeg even hallo tegen hem. Hij zegt al alles geregeld heb. Ja. Dan geef even een kus. Waarschijnlijk. Oh. Ja, ik hoor vanaf tegen eerlijk weggaan, maar Steven zei altijd maar tegen mij van we gaan thuis blijven. Dus nu weet ik waarom, eigenlijk. Ja, precies. Want normaal ga je altijd met vrienden natuurlijk de hort op. Ringsteken, dat soort dingen. Nee. Want je hebt alles wat jullie hartje begeerd, hebben jullie ook gedaan 2 jaar geleden op jullie huwelijk. Alleen één ding ontbrak er. Ja, dat klopt. Ja, dat is juist, ja. Wat was dat dan? We hadden een heel mooi feest. Alles op en eraan, maar...
er was geen bruidstaart, een bruidegomstaart dan. Die mensen van de viszaal, die waren dat blijkbaar vergeten ofzo. Of er was gewoon een dessertbuffet, maar geen bruidstaart. En ik zit nog altijd bezig tegen Stefan, we hebben zo'n schoon trouw gehad, maar ja, die taart. Is dat dat, zeg je dat toch wel? Ja, ik zit er eigenlijk al veel over te zagen. Ja. Ja. En daarmee heeft hij ons gemaild, want jullie gaan uit elkaar. Nee hoor, nee. Ik heb... We hebben namelijk voor jou een verrassing. We hebben een taart voor jou. Het afgelopen zondag met Pasen hebben we ook al een taart weggegeven aan Studio Brussel. Die bestond 30 jaar. En we dachten, ah, er is zoveel taart over. Dat brengen we dan wel naar Steven en naar Gino. Is dat een leuk idee? Oh, hij moet huilen, hij moet huilen. Oké, dan komen drie vragen over taarten en over bruiloften. Als je drie goed beantwoordt, dan krijg je de taart. Oké, dat is goed. Vraag 1. Wie is de oudste taart? Koningin Beatrix, koningin Fabiola of koningin Paola? Fabiola. Heel goed, goed geantwoord. Goed hoor, heel goed. Hoe geven het ja-woord in het Engels? Moeilijk, hè? Hoe geven ze het Engels het ja-woord? Doe maar nadenken. I will. Nee. Doe maar nadenken. Doe maar nadenken. Hoe zeg je het Engels? I do. Ik wil. Hoe zeg je het Engels? I do. Ja, heel goed. Heel goed gehad. Ja, hoe vaak hebben jullie per week seks? Veel. Ja, veel. Heel veel. Oh nee, heeft Steven totaal iets anders opgezegd. Oh nee, dat kan niet. Nee, heel veel. Nee, het is heel veel, heel veel. En een liefdevol stijl zijn jullie. En we hebben als het goed is buiten voor jullie de taart klaarstaan. Zeggen, loop naar die gebarricadeerde deur toe, waar jullie zo veilig achter wonen. Loop naar buiten toe. Loop naar buiten. Godverdomme, jongens. Hallo, Thaise jongens dan buiten. Thaise jongens dan buiten. Hup, naar buiten toe. Nee, die andere kant op. Blote voeten. Daar staat, als het goed is, staat daar de taart. Oh, man. Loop even naar buiten, Kevin, dan zien we het niet goed. Dat is de taart die binnen gaat komen. Hoe gaat die binnenkomen door die deur? Dat is wel een taart. Daar kun je 2 jaar mee doen met deze taart. Oh, dat is super hoor. Die is voor jou. Dat is voor Hans. Dat is echt heel goed, dankjewel. Ja, Gino, hij is speciaal voor jou uit liefde gegeven door Steven. Door Steven, dus heel veel geluk samen. Nee. Oh god, gaan ze weer. Ik wens u heel veel geluk en leuk om even jullie binnen te komen. Geef dan een applaus, Gino en Steven. Nee, niet doen.